een zege op Ajax, dan gaat het even los in de kleedkamer. Ja, we zijn echt super blij. Hoe belangrijk is deze zege voor jullie, buiten de punten die je pakt, maar ook misschien mentaal wel? Ja, het is tegen Ajax altijd wel moeilijk. Maar dit jaar staan we heel goed. We hebben veel wedstrijden gewonnen achter elkaar. Dus dit was eigenlijk gewoon, ja, niet gewoon, maar de volgende die we konden pakken. En ja, goed gedaan denk ik. Als team goed compact gespeeld, was het niet al te mooie wedstrijd. Maar die overwinning zit wel, blijft hier in Eindhoven. Ja, het hoeft niet altijd mooi te zijn. Zeker niet tegen Ajax misschien. Die 3 punten, daar ging het om. Ja, aan het eind van het seizoen gaan ze niet meer kijken hoe deze wedstrijd was. Maar alleen de scoren. Het was wel voor de fans op de tribune, er waren er veel. Het was wel spannend op het eind. Merkte je dat in het veld ook nog, dat Ajax wel probeerde en wel aan het zetten? Ja, in de eerste helft was het denk ik heel leuk, ging op en neer. En wij wat kansen, Ajax wat kansen. Tweede helft zakten wij wat in, kregen we echt wel een paar grote mogelijkheden. Maar in de counter kwamen we toch nog wel een aantal keer bij hun goal. Maar uiteindelijk telt 3 punten en ik ga niet meer zeuren over de tweede helft. Wat zegt dit richting de rest van het seizoen? Zijn jullie nu de titelkandidaat of een titelkandidaat? Nou, die druk leg ik niet bij ons, maar het gaat goed. We zijn nog niet op de helft van de competitie, dus er komen altijd momenten dat het beter moet. En we gaan het zien. Het is wel zo, je speelt hier al lang. Je hebt heel veel meegemaakt bij deze ploeg al. Er staat nu een bijna compleet nieuwe ploeg, je staat er nog steeds in. Kun je deze vergelijken met andere jaren, deze ploeg, of is deze echt beter? Ik weet niet. Als team denk ik dat we goed kunnen samenwerken. Ik wil niet altijd zeggen dat we allemaal goede kwaliteiten hebben, maar het vult elkaar heel goed aan en dat maakt ons goed, denk ik. Die voorbereiding hierop, heeft de trainer iets anders gedaan of was dit gewoon één van de wedstrijden? Ja, we hebben alle wedstrijden één voor één goed voorbereid. Altijd beelden gekeken, een strijdplan opgezet, kleine details besproken. Waar liggen de sterkte en de zwakte? Het enige andere was dat Mark van Bommel even een woordje heeft gedaan. Dus Mark, bedankt. Was het nog speciaal voor jullie dat die even kwam kijken en dat die even een woordje hield? Ja, het is altijd leuk, maar je ziet hier zoveel grote namen hier op de hertgang. Dus uiteindelijk is het ook Mark van Bommel, maar je hebt Ruud van Nistelrooy, noem het maar op. Dus dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je vandaag als team hebt gepresteerd eigenlijk, ook in die tweede helft wel. Is het nu nog steeds wedstrijd voor wedstrijd zoals je zegt? Ja, denk ik wel. Want als je dat niet gaat doen, dan ga je dadelijk misschien wedstrijden verliezen omdat je focust op een andere wedstrijd dan de eerstvolgende, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En we kunnen op elkaar leunen als speelsters zijnde. En dat is denk ik hetgene waar we op door moeten gaan borduren. Toen nog even kijken naar die heren. Die hebben een net iets langere reeks al. Ja. Dat het doel om die eigenlijk nog voorbij te gaan of te evenaren? Zou wel leuk zijn als we mee kunnen gaan met hun flow. Ja, dus laten we ervoor gaan.